Daar is ze dan. Moeder Aarde. De plek waar wij met z'n allen wonen. Een prachtige bubbel in ons zonnestelsel. Omhuld in een delicaat membraan van lucht en vocht. Waar alle leven een plaats en rol heeft in een oneindig evolutionair schouwspel. En toen kwam de moderne mens. Die zijn eigen stempel op het scenario heeft gedrukt. En de koers van het schouwspel heeft verstoord. Rond 1850, tijdens de eerste industriële revolutie, was er een explosie van werktuigen om goederen te produceren en vervoeren voor een groeiende wereldbevolking. Hiervoor was veel energie nodig en dat kwam hoofdzakelijk uit fossiele brandstoffen, in de vorm van kolen, gas en olie. Het was ruim voorradig en lekker goedkoop. In deze modus zijn wij exponentieel door blijven groeien. Produceren, consumeren, alsof het allemaal niet op kon. Maar wij speelden met vuur. Want het maken van energie van fossiele brandstoffen heeft een gevaarlijk onzichtbaar bijproduct dat wij tot nu toe stelselmatig hebben genegeerd. En dat spul heet koolstofdioxide. CO2. Ondertussen zijn wij verslaafd aan de heerlijk goedkope, nuttig en breed toegankelijke energie. We willen het allemaal. 170 jaar is slechts een licht flits in de geschiedenis van onze planeet. Maar in die flits hebben wij met z'n allen zoveel koolstofdioxide in onze atmosfeer gepompt, dat wij het klimaat van onze planeet uit evenwicht hebben gebracht. Het is geen grap, geen verzinsel, geen complot. De onderliggende wetenschap is onverdeeld. De planeet Aarde warmt steeds sneller op, met alle gevolgen van dien. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt en de weersystemen zijn als gevolg veranderd. Maar het is pas nu dat wij durven toegeven dat het zo niet langer kan. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid. Niet alleen de wereldleiders, wetenschappers en activisten, maar ook, misschien vooral, gewone mensen zoals jij en ik. In de steden, in de wijken, in de buurten. En dat geldt ook voor Amsterdam. En Amsterdam-Oost. Het is hoog tijd voor bewust en duurzaam gedrag. Onze CO2-uitstoot wurgt de aarde, mens en dier. Deze grafiek van NASA geeft de omvang van het probleem helder aan. De afgelopen 400.000 jaar is het CO2-niveau op een natuurlijke wijze met een specifieke regelmaat gaan stijgen en weer dalen. Stijgen en dalen. Maar nu, in 2016, is het voor het eerst schrikbarend doorgeschoten. Het is nu twee keer zo hoog als het ooit geweest is en het stijgt nog steeds. Dit heeft voor de toekomst ingrijpende gevolgen en moet worden gekeerd. Maar hoe pakken we dat aan? In 2015 heeft de gemeente Amsterdam de agenda voor een duurzaam Amsterdam opgesteld. Een lange termijn stappenplan naar een duurzame stad waarin de doelstellingen voor 2020 en 2040 zijn uitgerekend en vastgesteld. Wat we als gemeente Amsterdam heel belangrijk vonden, is dat er een inhaalslag moest komen voor de verduurzaming van de stad. Omdat de hele vraagstukken die rond, of het nou gaat over hoe we onze energie gebruiken of hoe we met ons afval omgaan, toch heel veel verandering vragen. En juist als gemeente wil je ook als bestuurder aangeven van wat we als gemeente belangrijk vinden, welke kant we op willen gaan. De agenda bevat daarom vier belangrijke hoofdstukken. Duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie
en een klimaatbestendige stad. We gaan per hoofdstuk kijken waar het om gaat. Voor mij is het heel belangrijk dat het document is voor Amsterdammers. Uiteindelijk kunnen we de stad niet verduurzamen zonder de inzet en de hulp van Amsterdammers. Het zijn uiteindelijk zij die de keuzes moeten maken om hun huis te isoleren of zonnepanelen op hun dak te leggen of om hun afval te gaan scheiden. Dus wat ik hoop ermee te realiseren is dat we tegen Amsterdammers zeggen, dit is waar we als stad naartoe willen en doe je mee. Het huidige aandeel van Amsterdam in de CO2-uitstoot is 4.437 kiloton per jaar of 4,437 miljard kilo CO2. En dat is alleen Amsterdam. Het is recent een paar procent gedaald, maar lang niet genoeg. De doelstelling van de agenda is om in 2025 de uitstoot met 40% te verlagen, gemiddeld 4% per jaar. En in 2040 met 75%. Dat is onze belangrijkste opgave. Voor moderne stadsbewoners is het gebruik van energie vanzelfsprekend. Wij worden continu blootgesteld aan prikkels en uitnodigingen om energie te gebruiken in verschillende vormen. En dat doen we allemaal heel graag. Met stip op nummer 1, onze absolute favoriet, elektriciteit. Maar het is juist het opwekken van de elektriciteit dat de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt. Het duurzaam opwekken van stroom en het verminderen van verbruik is daarom van primair belang om CO2-uitstoot terug te dringen. Het lege dakenlandschap van Amsterdam biedt een enorme, maar tot dusver onderbenutte kans om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Amsterdam verbruikt 54.500 terajoule aan energie per jaar en slechts 2.700 terajoule daarvan wordt duurzaam opgewekt. Vertaald naar stroom komt slechts 1% daarvan via de zon. Nou, op elektriciteit, nu is het zo dat ongeveer 5.000 woningen in Amsterdam gebruik maken van zonne-energie. Daarvan hebben we gezegd dat willen we heel graag naar 80.000 woningen brengen in de periode van 5 jaar. De doelstelling is om in 2020 160 megawatt via zonnepanelen op te wekken. Bijna 18 keer zoveel in de komende 4 jaar. En in 2040 1000 megawatt, 111 keer zoveel als nu. Er is dus erg veel werk te verrichten. Op Eiburg wordt op initiatief van bewoners met succes grootschalige projecten opgezet om de daken van de gebouwen te bedekken met zonnepanelen. Zoals hier op de Eiburglaan Willy Mullenskade. In onze algemene ledenvergadering werd de vraag gesteld of er ook aansluitpunten zouden kunnen komen voor elektrische auto's. Het gevoel in de vergadering was van wij zouden eigenlijk wat kunnen doen aan duurzaamheid en we zouden het eigenlijk ook moeten doen. Waarom doen we het niet gewoon? Dus dat was in 2010 en in 2011, toen we voor het eerst ons buitenschilderwerk moesten aanbesteden. Toen bleef er wat geld over, zo'n 30.000 euro. En voor die 30.000 euro hebben we toen onze eerste 48 zonnepanelen gekocht. Tamelijk gewoon gevonden geld. Je kunt het teruggeven aan de leden en je kunt het ook op deze manier besteden. En in 2012, geloof ik, zijn de panelen gekomen. En toen we in 2013 ontdekten dat de opbrengst nog boven verwachting was en dat het eigenlijk helemaal niets voorstelt. Het is net alsof je een paar tablets op je dak legt. Mensen hebben vaak het idee dat het een revolutie is, maar het stelt echt helemaal niets voor. En na een jaar ontdekten we dat de opbrengst boven verwachting was. En toen hebben we in 2013 besloten om op een ander dak van het blok nog maar 160 panelen te leggen. En die produceren ook weer boven verwachting. Dan hebben we in ieder geval kans gezien om van de algemene meters de rekening terug te brengen naar ongeveer nul. Dus van 100.000 kilowattuur naar nul. Nou, dat voelt wel goed. Hier is het niet bij gebleven. Eiburgbewoners voorzien andere gebouwen van zonnepanelen via een coöperatie.
Dat is een paar jaar geleden begonnen. Een aantal actieve Eiburgers delen de ambitie om Eiburg groener, socialer en duurzamer te maken. Van als je nou een coöperatie hebt, dan kun je die scholen ook van zonnepanelen voorzien. En we hebben in het voorjaar van 2014 de stoute schoenen aangetrokken en we zijn op bezoek gegaan bij de schoolleider van het Eiburg College, Nico Moen. Nou, we konden langskomen en die begreep het in ongeveer 30 seconden. En we hebben de afspraak gemaakt dat hij er geen zorgen om zou hebben en dat wij ervoor zouden zorgen dat in maart het jaar daarna zijn dak vol zou liggen met zonnepanelen. De versnipperde structuur van de oude delen van Oost bieden andere uitdagingen. Hier is moeilijker in één keer een grote slag te slaan. Desondanks zijn de bewoners van de Baliestraat al jaren bezig te kijken wat zij kunnen doen. Ja, bewoners kwamen vanzelf bij elkaar, dus we hadden inderdaad informatieavonden, maar ook vergaderingen. En van daaruit ontstond een clubje met z'n drieën. Twee buurmannen hebben dan dit verder opgepakt. Ik heb een prijs gewonnen van een soort milieuwedstrijd. Met een plan dat we op alle daken in de Baliestraat zonnepanelen willen. Omdat die daken zijn plat en die staan eigenlijk perfect om daar panelen op te installeren. En uiteindelijk hebben we als bewustwording hebben we één project in ieder geval gerealiseerd. En dat is 6 zonnepanelen op het dak van één van de woningen hier in de straat. Als je het deels kan financieren vanuit bepaalde leningen vanuit de gemeente, dat ook bewoners zelf wat inleggen en dat ze dan dus ook mede-eigenaar worden van zo'n paneel. Toen heb ik een lening aangevraagd bij het Amsterdamse Investeringsfonds en die heb ik toen ook toegekend gekregen. En met dat bedrag zou ik dus een project kunnen van ongeveer 120 zonnepanelen in de Baliestraat, eigenlijk wat we wilden. Dus de financiering hadden we, alleen we hadden nog geen toestemming om gebruik te maken van een dak. En dan heb je het over een flink stuk dak wat je nodig hebt. Nou ja, in dit geval was het dak was dus van het hele pand is van een woningbouwcorporatie. Dus ja, dan moet je eerst de juiste persoon zien te vinden. Toen de tijd was er nog niet echt een persoon voor. Dus er heerst dan ook meteen een soort paniek bij dat soort organisaties. Van, oh jee, er is een buurtbewoner en die heeft een goed plan en die heeft ook nog daadkracht en geld. Die kan dat doen, maar wat moeten we dan doen? Moeten we ja zeggen of nee? En dus dat overleg, dat duurt gewoon heel lang. Ja, ik denk zo 2 jaar, 2,5 jaar misschien. Het project is niet gerealiseerd. En het geld is teruggestort. Wij zijn met z'n velen. Op dit moment wonen 7,4 miljard mensen op aarde. En elk jaar komen er 80 miljoen mensen bij. Iedereen moet eten, drinken, wonen. En als het even kan, werken, socialiseren, een gezin stichten, bouwen, producten produceren. Kortom, alles wat mensen doen. En terwijl wij dat doen, produceren wij enorme hoeveelheden afval. Ons gedrag is lineair. Dat wil zeggen, wij verzamelen grondstoffen, produceren en verkopen producten, consumeren of gebruiken producten. En aan het einde van de keten gooien wij het overgebleven afval op een hoop weg, want opgeruimd staat netjes. Maar met zoveel mensen en zoveel afval is dat absoluut niet meer houdbaar. Het milieu raakt verstopt met vervuilde bergen restmateriaal. We moeten daarom allemaal anders over afval gaan nadenken. Grondstoffen raken op. Onduidelijk is hoe we dan nog verder met onze consumpties, met onze gewoontes door kunnen gaan. Afval is bij uitstek een manier om te zorgen dat we toch door kunnen gaan met onze normale levenswijze. Als we maar bewust zijn van de waarde van afval, namelijk als grondstof voor nieuwe producten. Wij produceren gemiddeld 322 kilo huishoudelijk afval per persoon per jaar. In 2010 is gemeten dat 16% daarvan werd gescheiden. In 2014 is dat cijfer toegenomen tot 27%. Het gescheiden aanbieden van oud papier en glas raakt redelijk ingeburgerd. Maar het gescheiden aanbieden van plastic afval blijft pijnlijk achter. Terwijl plastic erg langzaam afbreekt en zwaar milieuvervuilend is. Als het wordt gescheiden, gaat het naar de sorteerinstallatie van Cita in Rotterdam.
Hier wordt het op ingenieuze wijze gesorteerd en de verschillende soorten plastic worden verder gescheiden. Daarna wordt het klaargemaakt voor transport en hergebruik. Op deze manier ontstaat er een circulair systeem, waarbij er van ons afval nieuwe producten worden gemaakt en veel minder afval overblijft. De doelstelling van de agenda is in 2020 65% van ons huishoudelijk afval te scheiden. Dit vereist meer inzet van ons om anders over afval na te denken. Er zit inderdaad een groot gat tussen wat nu aan afval wordt gescheiden en waar we naartoe moeten in de toekomst. Die overgang, dat gat, kan alleen worden overbrugd als bewoners inzicht krijgen waarom het belangrijk is. En dat we ook meer faciliteiten krijgen om het mogelijk te maken dat mensen hun afval scheiden. Wij als gemeentelijke dienst hebben daar natuurlijk een rol in. Dat proberen we ook. We proberen steeds beter in te spelen op het aanbod ook van de mensen qua afval. Proberen de aparte containers voor de afvalstoffen zo efficiënt mogelijk inderdaad over de wijk te verspreiden. Ja, ja. En ook bij de bewoners aan te dringen op het gebruik daarvan. Ja, een duurzame houding begint natuurlijk bij jezelf. Hoe ga je als bewoner, als persoon, als individu om met de afval? Het mooiste zou zijn als mensen minder afval zouden veroorzaken, minder afval zouden produceren. Als je toch afval hebt, dan is ons idee van probeer dat afval dan ook zo lokaal mogelijk te verwerken. Denk aan lokale kringlopen. Ik noemde al in eerder verband groente en fruit. Bijvoorbeeld als je een tuin hebt, zou je eigen tuinafval kunnen composteren, eventueel samen met groente en fruit afval wat je hebt. In Europa genieten wij van ongekende overvloed. Er is meer dan voldoende van alles te kopen. En wij zijn gewend om ruim in te kopen en veel weg te gooien, te verspillen. Voedselverspilling is een onbegrijpelijke moderne gewoonte. Steeds meer mensen komen in verzet en brengen een hardnekkig probleem stevig onder de aandacht. Mensen verspillen heel veel. Wereldwijd van wat er geproduceerd wordt voor de menselijke consumptie gaat 30-50% de vuilnisbak in. En dat is best wel een groot verschil natuurlijk, 30 of 50. Dat hangt een beetje af van wat je tot vermijdbare voedselverspilling rekent. Taste Before Your Waste is een initiatief hier in de Indische buurt. En wat wij doen is eten ophalen wat anders niet verkocht kan worden. En dat geven we een tweede bestemming. Met als doel mensen zo bewust mogelijk te maken over het onderwerp. Dat doen we eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Eén keer in de week hebben we een diner. Twee keer in de week doen we een gratis voedselmarkt. En drie keer in de week doneren we aan goede doelen. En daarnaast doen we eigenlijk ook nog ad hoc andere projecten, zoals workshops, caterings. Eigenlijk verspillen we qua hoeveelheden ongeveer hetzelfde in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. Het verschil zit hem alleen in de redenen waarom we verspillen en in welk gedeelte van de voedselketen we verspillen. Dus in landen zoals India, zoals jij zegt, gebeurt het eigenlijk aan het begin van de keten. Dus bij distributie, maar ook bij het opslaan van eten. Bij ons, wij zijn ontzettend goed in het bij de consument krijgen en vervolgens gooit de consument het weg. We hebben eigenlijk zoveel eten dat we de luxe hebben om te mogen kiezen wat we wel en wat we niet acceptabel eruit vinden zien. Als je kijkt naar groepen die bijvoorbeeld de oorlog hebben meegemaakt, die verspillen minder, want er was gewoon schaarste. Dus willen we wachten totdat er schaarste is om minder te gaan verspillen, of willen we voorkomen dat er schaarste is en dus gewoon minder gaan verspillen? Want hij zal er wel zijn als we zo doorgaan. Ons klimaat verandert. Dat staat vast. We krijgen vaker te maken met zware stormen en hevige regenval. Door de toegenomen hevigheid wordt het voor het riool steeds moeilijker de grote hoeveelheden water te verwerken, vooral in de stedelijke gebieden. Hier zijn de wegen, straten en pleinen bedekt met steen en asfalt. Heel veel steen en asfalt. Het water kan niet door deze haast waterdichte laag en zoekt zijn weg naar het riool.
Wanneer de regenval heviger is dan 20 mm per vierkante meter per uur, kan het riool overbelast raken, met de kans op overstroming. En dat willen we natuurlijk heel graag voorkomen. Stedenbouwkundigen en ontwerpers van de openbare ruimte, beheerders van het groen en de plantsoenen, gewone burgers en ondernemers. Wij kunnen allemaal op allerlei manieren helpen zorgen dat een deel van het water bij een stortbui niet uitsluitend op het riool is aangewezen. Amsterdam Rainproof is een organisatie die in het leven is geroepen om deze belangrijke boodschap onder de mensen te brengen. Ze zijn vaak op locatie om Amsterdammers te informeren over welke bijdrage zij kunnen leveren aan een klimaatbestendige stad. Zoals hier bij Intratuin. Watergraafsmeer is één van de knelpunten van de waterhuishouding in Oost. Als bedrijf levert Intratuin ook een bijdrage. Een behoorlijke zelfs. Het gebouw heeft een groot glazen dak dat regenwater opvangt. 6.500 vierkante meter. Ja, iedere keer als er een millimeter regen valt, dan is dat 6.500 liter water wat we opvangen. En dat komt dan dus bij elkaar tussen die kassen. En dan loopt het zo via die, ofwel deze kolommen loopt een buis in. En die voert het water af naar een gigantische buis aan de zijkant van het bedrijf. En vandaar loopt het water in een silo. Zo gebruikt Intratuin het regenwater voor de planten. En tegelijkertijd maken zij een waterbuffer van 650.000 liter. Water dat dus niet in het riool terechtkomt. Er is hier, kijk. 100% regenwater. Het Wouwcomplex in Amsterdam-West, een voormalig technische school, is nu een bruisend citylab. De binnenplaats was vroeger de parkeervoorziening en bedekt met een dik, onverwoestbaar laag asfalt. Het PlantageLab-project pakt dit probleem stapsgewijs, onderzoekend en integraal aan. Nou, dit is het PlantageLab. Het PlantageLab is dus een plek op een voormalig HTS-complex. Het bevindt zich in de Kolenkipbuurt, een van de vogelaarwijken, direct langs de A10. En dat inspireerde ons ook om daar wat van te maken. Dus niet denken alleen maar in die beperkingen, dat niks kan en dat onmogelijk is. Het begon met, we gaan een stukje stadslandbouw beginnen om het restaurant mee te voeden. En daar waren we eigenlijk al mee begonnen. We waren het asfalt aan het doorbreken, dus we waren verharding aan het ontharden. Waardoor water niet meer direct naar het riool liep, maar het liep gewoon weg in de grond. Het was van watervloed, werd het watervoed. We gingen er namelijk planten mee voeden. Dus zo kwamen eigenlijk een aantal dingen aan het rollen. Hoe kunnen we daarmee heel veel problemen oplossen? En dat was dus regenbestendigheid, het voeden van, maar ook vooral het verbinden van verschillende mensen. Nou, het is zo'n 15 centimeter dik. Dat is het asfalt wat we eruit hebben gehaald. En dat is allemaal ook warm hergebruikt in asfaltcentrale. Eigenlijk op zich een duurzaam product. PlantageLab onderzoekt alle aspecten van verduurzaming, integraal. Dus ook het dak. We hebben naast heel veel parkeerterreinen of asfalt, hebben we ook heel veel plat dak in Amsterdam. 12 vierkante kilometer plat dak in Amsterdam, waar op dit moment niets meer gebeurt. Dat dak was eerst een heel zwart dak, er gebeurde niks. En nu is het een dak waar dingen groeien, waar ruimte is voor het zichtbaar maken van de mogelijkheden. Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid door als een spons te werken. Ze nemen regenwater op, waardoor het vertraagd bij het riool terechtkomt. Daarnaast houden ze de onderliggende ruimtes koeler in de zomer, warmer in de winter en de biodiversiteit is er ook nog bij gebaat. Iedereen ademt 24 uur per dag lucht in en uit. En dat doen wij ons hele leven. Dat is heel wat lucht bij elkaar. Daarom willen wij onze lucht zo schoon en gezond mogelijk houden. Maar al zien wij ze niet, zitten er verschillende stoffen in de lucht die van invloed kunnen zijn op onze gezondheid. Ze zijn voornamelijk afkomstig van gemotoriseerd verkeer en industrie in de regio.
ja, dat zorgt ervoor dat er te veel stoffen, met name fijnstof, in de lucht zit. Daarbij komt er ook een heleboel verontreiniging vanuit elders in Nederland en ook zelfs vanuit andere delen van Europa aangewaaid. Dus dat komt er ook nog bij. Dus ja, er zitten veel stoffen in de lucht en dat is niet goed voor ons. Er is een heleboel onderzoek gedaan, ook in de afgelopen 10, 20 jaar, waaruit blijkt dat juist hele lage concentraties fijnstof, als je daar langdurig aan bent blootgesteld, schadelijk zijn voor de gezondheid. Ja, omdat die grootte van die deeltjes die bepaalt eigenlijk waar in het lichaam als je na inademingen terechtkomt. Dus het moet ten eerste klein genoeg zijn om in de lucht te blijven zweven. Dat komt in het bovenste deel van de luchtwegen terecht. En dat heet PM10. PM2,5 komt dan weer wat dieper in de luchtwegen terecht. En daarnaast het ultrafijne stof, nog 100 keer kleiner dan het PM10. Die komen ook echt in de longblaasjes terecht. En van daaruit kunnen ze dan, omdat ze zo klein zijn en maar moeilijk worden opgeruimd, kunnen ze ook in de bloedbaan terechtkomen. Niet alleen op hotspots, maar op alle plekken waar fijnstof is, dit schadelijk is voor de gezondheid. Er is geen veilige grenswaarde voor fijnstof. Dat is ook meteen een probleem. Er is niet een concentratie waarvan de wetenschappers kunnen zeggen, nou, als je hieronder blijft, dan is het helemaal oké. In feite is elke verbetering van de luchtkwaliteit geeft altijd gezondheidsdienst. En ook omgekeerd. De GGD is continu de luchtkwaliteit in Amsterdam aan het monitoren. Met name de gehaltes van roet, de fijnstoffen PM10 en PM2,5, ultrafijnstof en NO2, stikstofdioxine, een gas. Nou, we zijn hier op de Stadhouderskade. Daar staat dit huisje. Een van de 12 meetstations die we van de GGD Amsterdam hebben om de luchtkwaliteit te meten. Dus in dit huis zit allemaal apparatuur en die meet de lucht die binnenkomt via bijvoorbeeld die trechters, die buisjes. En ook die soort toeters waar de lucht naar binnen komt en helemaal naar beneden gaat. Waar de meetapparatuur de lucht analyseert. Nou, in het meethuisje, meetstation, staan allemaal verschillende apparaten omdat we allemaal verschillende stoffen meten. Nou, een van de stoffen die we bijvoorbeeld meten is PM2,5. Het is eigenlijk een soort stofzuiger. Die uit deze buis de lucht aanzuigt en hier binnen verder analyseert. Nou, naast de 10 meetstations met al die apparaten, bijvoorbeeld deze NO2 monitor, hebben we nog meer metingen. Metingen met deze buisjes. Er hangen er heel veel van in Amsterdam, een stuk of 80, 100. En is een soort goedkopere methode om toch redelijk goed de NO2 concentratie te meten. En hiermee kunnen we een maand lang meten en zo doen we dat 12 keer wisselen, dat buisje. Dan gaat het naar het laboratorium en krijgen we een heel mooi beeld van de NO2 concentratie over heel Amsterdam eigenlijk. In de Randstad behoren de stikstofdioxine concentraties tot de hoogste van Europa. De doelstelling van de agenda is de concentraties stikstofdioxine op de zwaarst belaste locatie in 2025 met 35% te hebben verlaagd en de concentratie roet met 30% te hebben verlaagd ten opzichte van de huidige niveaus. PM10 is vaak afkomstig van dezelfde bron als roet en NO2, dus deze zal ook evenredig verminderen. Een behoorlijk belaste locatie is bijvoorbeeld de Wibautstraat, een primaire verkeersader naar het centrum. En hij gaat dwars door een woonbuurt. De Groene Boulevard is een bewonersorganisatie die de krachten bundelt om aandacht te vragen voor dit moeilijke, stoffige probleem. En zelfs oplossingen aandraagt. Yes. Het verminderen van het volume aan vervuilend verkeer zal de grootste winst opleveren door de hele stad. Maar de aantrekkingskracht van de heilige koe blijft voorlopig erg sterk. De gemeente heeft daarom een groot pakket aan maatregelen paraat om Amsterdammers te overtuigen zich duurzamer te verplaatsen. Zoals het stimuleren van elektrisch rijden en deelauto's, het stimuleren van slim, schoon goederenvervoer en logistiek, zakelijk vervoer en openbaar vervoer. En het fietsen in de stad nog aantrekkelijker maken. Thank you.
hoe verder? Dat het anders moet is wel duidelijk. Een stad is een enorm complex geval. Het moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden om bij te blijven. Het is nooit af. Om de gevolgen van klimaatsverandering aan te kunnen, moeten wij voortaan onze omgeving anders leren gebruiken en anders inrichten. In Amsterdam-Oost zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bijvoorbeeld op het Zeeburgereiland. Ik vind dat we bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het Zeeburgereiland echt een kans hebben gemist. En als we al zo ver zijn als stad en alle technieken zijn er, alle partijen, of het nou waternet is, energiepartijen zijn, warmtewinning is, alles is er, of aanleggen van andere type rioleringssystemen is, alles is er. We hebben echt een kans gemist. En ik hoop dat we dat niet opnieuw gaan doen met ontwikkeling van Centrumeiland. Ik zou graag willen dat dat juist veel meer circulair wordt ingericht. En daarom ben ik ook blij dat een groep initiatiefnemers die nu in Eiburg heel erg actief zijn. Het is aan de ene kant, het is niet alleen maar een kritische groep die kritiek aan de zijkant levert. Nee, ze denken mee. En dat vind ik het mooie ervan. En ik zou echt veel meer bewoners willen uitnodigen om mee te denken, initiatieven te nemen, samen met ons, die tot ontwikkeling kunnen komen. We zijn bezig met een duurzaam energievoorstel voor Centrumeiland, voor het nieuwste stukje Eiburg. Daarin werken we samen met Waternet en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. En wat we graag willen is een nieuw watersysteem, dus niet meer het traditionele riool, maar de poep in de plas wordt afgevoerd naar een klein vergistingshuisje, waar er ook weer bruikbare stoffen uitgehaald worden en waar ook biogas ontstaat. En uit het douchewater gaan we weer warmte terugwinnen. Nou, dat is een heel systeem van Waternet, wat wij heel graag op Centrumeiland gerealiseerd zouden zien. En vanuit Energiecoöperatie Zuiderlicht vullen wij dat dan aan met voorstellen voor zonnepanelen. En we zijn ook bezig met duurzame warmte naar Centrumeiland krijgen. Zomaar even een windmolen neerzetten naar Centrumeiland, gaat echt niet zomaar gebeuren. Maar misschien kunnen we aantakken op een windmolen verderop in de Flevopolder. Eentje die we wel zien, maar die we niet zelf hebben neergezet. Ja, als het maar duurzaam gebeurt, hè. Het Krukjeseiland is nu ook aan herontwikkeling toe. Hier ligt eveneens een kans om projectontwikkeling anders aan te pakken. Ja, dit gebied gaat veranderd worden van een industriewijk met een zware milieuzonering naar een woon-werkgebied. Laten we dat dan ook doen met de juiste duurzaamheidsdoelstelling, omdat dat hard nodig is. We hebben met Amsterdam een aantal ambities afgesproken en daar willen wij ons steentje aan bijdragen. Dus met Krukjes Circulair willen we ook de stakeholders in dit gebied warm zien te krijgen voor een zo goed mogelijke duurzame ambitie in dit gebied. En zorgen dat dit gebied op de juiste manier gebrand wordt, om het zo maar even te zeggen. Waarbij de bewoners allemaal die duurzaamheidsprincipes onderschrijven en juist zich willen inzetten voor een andere, betere wereld. Wij wilden in dit gebied kijken of we ook de afvalstromen gunstig konden beïnvloeden door vanuit de afvalstromen die deze wijk produceert ook weer nieuwe producten te maken, dat we ze hergebruiken eigenlijk. Als deze wijk nou toch opnieuw vormgegeven moet worden, dan doe je dat voor een periode voor de komende 50 of 100 jaar. Doe dat dan ook met de juiste inzichten die we op dit moment hebben voor een toekomstige wijk. Hoe doe je dat? Bij het anders inrichten van uitgebreide nieuwe woonwijken kunnen grote stappen worden gemaakt in de transitie. De overheid, het bedrijfsleven, maar ook de burger heeft een rol. Iedereen kan in zijn eigen omgeving iets doen, al is het maar klein. 17 miljoen maal een klein beetje is tezamen namelijk heel veel. Wat wij voorheen als afval hebben gezien, kan worden hergebruikt. In dit geval kijken wij naar wat ooit plastic tassen waren. Camping Zeeburg is een bedrijf die zich op voorbeeldige wijze op alle fronten inspant zich te verduurzamen. Met warm water via de zon,
zonnepanelen, groene daken en waterdoorlatende bestrating. Sommige burgers hebben de uitdaging ook serieus opgepakt en maken een duurzame circulaire wereld in hun eigen tuin. Hier heb je een wilgenschutting. Die is eigenlijk gemaakt vanuit eigen kweek. Het is goedkoper als een hek wat je haalt bij een of andere bouwmarkt. En het is ook duurzamer. Je maakt het zelf door palen in de grond te zetten en te gaan vlechten. Zwarte goud is eigenlijk het afval van de tuin wat hier composteert tot grond. Wat ik doe is water opvangen van mijn dakje, mijn duurzame dakje. Dit gebruik ik weer om in de kas water te geven. Dit is schoon water uiteraard, want het is regenwater. Zo komt het ook niet in de grond en heb je ook geen overlast van overlopende putten en dergelijke. Het sedumdak, hartstikke mooi om naar te kijken, maar vooral heel erg handig als je het wil gebruiken voor wateropvang. En hier gebruik je dus een schuurtje. Je kan het ook op je eigen platte dak doen, maar zelfs op een schuindak kan je een sedumdak doen. De rekening voor het fossiele brandstoffenfeest van de afgelopen 170 jaar is hoog. Is het niet onze plicht om te beginnen een deel van de rekening te voldoen? Ik denk dat deze stad ook voor de komende generaties leefbaar moet zijn. En dat betekent dat we nu echt een aantal stappen moeten ondernemen om onze CO2-uitstoot veel te verminderen, over te gaan naar andere systemen, over te gaan naar circulaire economie. En echt met elkaar die innovatie ook te zoeken. Hoe kunnen we zorgen dat we beschikbare grondstoffen nog eens een keer hergebruiken? Want het is echt het moment daar. Als we willen dat we een mooie stad nog hebben, ook voor de toekomst. Want ik hou van Amsterdam, dat moet echt blijven. Ook voor de komende eeuwen. Dan moeten we nu stappen ondernemen. En dat moeten we echt samen doen.